Ja, de voorwedstrijd van Excelsior ADO Den Haag is er eentje met een heuse sterrenformatie. Van acteurs zoals Winston Post tot onze eigen Emiel Schelvis en Geert Den Oude of oud-Spartaan Noordin Bulgari. Zij hebben hier een lekker potje kunnen ballen op Woudenstein. Joop, was het wat? Bakten ze er wat van? Ja, we hadden een paar aardige jongens bij me, hoor. Bulgari, Den Oude, Sascha Visser. Die kunnen het nog steeds? Siemen, de Kramer. Ja, die staat erachter te souffleren. Je kan het niet laten. Ah, jongen, het was een legendarische wedstrijd was het weer. Maar Geert, hoeveel boetes heb jij gepakt? Want je zat er net nog FC Rijnmond te doen. Ja, nou, ik heb een ruzie gemaakt met de parkeerwachters hier. Dus die wilden me absoluut niet inlaten. Dus ik met mijn lege auto. Dus ik heb me gewoon bij het arboretum. Niemand kan parkeren meer. Dus, maar ik zag het. Wel even netje laten bollen nog. Ja, twee keer. Ja, maar ik was getergd door Etienne. De Geert een oude bingo. Ja, dan kan je niet over je heen. Heb jij dat verzonnen? Uiteraard, ja. Nee, het was leuk. Maar hij zei het was het eind van de uitzending. Dus ja, dan ben je getergd. Dus kon je twee keer. Voor jij ook nog iets laten zien, Sander? Ja, vooral achterin. En ja, want Arjan Erkel... Ja, begint het mee, hè? Dat klopt. Maar we hadden natuurlijk heel sterk Arjan Erkel goed in de kleine ruimte. We hadden Henk Angerend, die nam hem goed op de schaats. Maar af en toe wachtte hij op het startschot. Dan bleef hij staan en dan zei hij, Henk lopen. En dan wachtte hij op de pang, weet je. Maar overal denk ik gewoon, lekker hoor, drie puntjes. Ik begreep eigenlijk dat Vincent Bijlo ook zou coachen. Ik bedoel, blind als bondscoach, dan moet hij hier ook kunnen. Dat klopt, maar Vincent had een optreden op het laatste moment. Dus die kon er helaas niet bij zijn. Maar in Joop van Dalen tegen Estudiantes de La Plata. De eerste wereldcup ooit naar Rotterdam gehaald. En natuurlijk van heel Nederland hadden wij een goede assistent. Ja, je zal dit soortje ongeregeld maar moeten fluiten, Rob. Ja, nou, jij was de scheids. Nou begrijp ik hoe zwaar het is als je met een vol stadion met alle druk moet fluiten. Mooi man, ja. Heb je nog kaarten moeten trekken? Ik had geen kaarten bij me, joh. Maar ik moet zeggen, die gasten waren echt fel, jongen. Hey, kort erop en zo. Oh, mooi, hè? Ja. Maar dit is even aanpoten. Ja, maar het is leuk, joh. Het is voor het goede doel en dat is het belangrijkste, joh. En ja, die gasten hebben toch hun best gedaan op hun manier. Nou, gelijk spelletje, dus iedereen tevreden. Ja, belangrijkste tip nog even aan, wat was dat goede doel? Ja, Sander, hè, wij bouwen natuurlijk een mooi schooltje in Afrika op. En nou, dat is heel erg nodig. En dit bedrijf heeft geld ingezameld om tegen ons te mogen voetballen. Nou, dat is een bedrag te komen volgens mij van €10.000. Nou, dan praat je toch over een derde van de school die je kan opbouwen in Afrika. Nou, en als je weet hoe blij mensen daarvan worden, dat is fantastisch.